Ja, beste vrienden, dit jaar vindt de Sliese ploeg zijn 11-jarig bestaan. Nou weet ik wel, dat 11 jaar, dat is geen jaartal voor te vieren. Tenzij, dit jaar natuurlijk wel. Want de Melsen, onze eigen Melsen, is van het jaar 40 jaar acteur. En dat moet natuurlijk gevierd worden, hè. En hebben we gedacht, Melsen, van hoe deze belband aan te bieden, met die en het andere erop, met het stuk zelf ook, met nog wat anekdoten uit de kelder, van ver en al het stuk. En ik hoop, Melsen, wij allemaal trouwens, dat je hier veel plezier zult van hebben. Vooral de Melsen willen we vooral in tachtelijk stellen vandaag, om zijn rol als facteur, zowel als facteur in de Lotto, als Sliessen en César, Sliessen Bout en Sliessen Bompa. Wat hebben we natuurlijk in al die jaren niet meer gespeeld, dat willen we dan wel eens even overlopen. Eerst en vooral zijn we begonnen met Sliessen en César. Daar hebben we ongelukkiglijk geen affiche niet meer van. Ook geen entreekorsje niet meer. Het tweede jaar hebben we Sliessen en César teruggenomen, twee keren. In het derde jaar zijn we begonnen met Sliessen Bout. Sliessen Bout, daar hebben we gelukkiglijk nog één entreekortje van. En dat is deze. Het vierde jaar, dan zijn we van de Sliessen even afgestapt en dan zijn we gegaan naar de Paradijsvogels. Dat was minder goed in trek bij het publiek, maar toch in waarde zelf heel veel om beleefd. En daar hebben we gelukkig ook nog een affiche van. Na de Paradijsvogels velen we terug op de Sliessen. En dan begonnen we Sliessen Bompa te spelen. Waar dat een heel groot succes was. Daar hebben we gelukkig ook nog een affiche van. Met al redelijk vele kleuren. En zoals gezien hebben we dat redelijk fout gespeeld. De Melsen daar zelfs de regie. We hebben dat 8 keer gespeeld. Van Sliessen Bompa. Daar rijden we ons busje van vol en dan zijn we overgestapt naar de Lotto. In Middelerwaal had de Melsen heel nauw contacten gesmeed met het echt Antwerps theater. En daar krijgen we als primeur de voor de Lotto te spelen. Die hebben we toen een heel reeks gespeeld. 8 stuks in het geel. En in september, eenmaal in het najaar, op algemene aanvraag, hebben we dat dan nog eens hernomen. 2 of 3 keer geloof ik, ik weet het al niet meer. En daar hadden we dan deze affiche nog van. Na de Lotto zijn we overgestapt op de Rat. Daar hebben we ongelukkig geen affiche meer van, maar daar hebben we nog wel een programma van. En van de Rat speelden we de Schipperstraat. En de Schipperstraat, dat hebben we uit de Melsen zijn mond wel 20 keren gehoord, misschien wel 100 keren. Dat was het stuk dat hij het liefste lag, dat hij het schoonste vond van al de stukken die hij tot hiertoe hebben gespeeld. Zo zei het hem toch al. Na de Rat en na de Schipperstraat zijn we begonnen aan de reeks van de Bompa. Ook nog met de Ruud de Ridder. En met de toedoen van het Echt Antwerps Theater kreeg de Melsen, wat doen we met Bompa? En dan stond hem zelf glanzelijk in een hoofdrol. Het jaar na de Bompa, dan zijn we op de Zotte Toer gegaan. Een echte billenkletser was dat toen. We gaan op Benidorm. Dat hebben we 10 keer gespeeld. En last but not least, hetgeen we dit jaar spelen, de Melsen in een onvergetelijke rol terug van onze Bompa is aan het verhaaien. Dit spelen we maar liefst daar 10 keer.
is niet natuurlijk, hè. Ja, een momentje daar, ik ben bezig. Oh, die kan toch zijn, maar dan mogen we ermee gooien. Zeg, maar hier is er een vier, maar dat is er niet waar. Ja, die moest misschien bijbezitten of zo weten. Die kan er even, die kan er moest ergens in en in. Ja, dat is de tweede scène, maar in de eerste scène. Als ik zeg, ik ga nooit, nou nog op 10 euro, oh, ja. Dan moet hij zelf zijn. Oh, ja, dat weet ik. Wat jij niet vergeten was gisteren, dat was, zegt hij zelf een eigen smokjes. Nou, moet het zelf. Jongens, maar dat is heel goed buiten. Dat is mijn spaan. Zal daar nooit hebben? Dat zeker. Kom binnen, een schatje. Zit je aan het filmen? Nee. Dat zeker. Super wel filmen. Hallo, de Max. Het is toch al wat weten. Jezus, en onze Louis. Juist met mijn dingen. Dat ding is Chris in? Nee, die is er nog. Je zult het met je naam. Chris. Zeg je. Ja, we hebben hier met de meeste droog. Het is een beetje leuk. Louis, je mag wat verlegen. Kan ik het niet meer in, hè? Nog Ik ben een muil of zo, een stukje.